Dwars door de Westhoek is al toe aan zijn 8e editie. De gerenommeerde vrouwenkoers maakt deel uit van de Lotto Cycling Cup. Het is de 4e manche dit jaar met heel wat mooie namen aan de start. We hadden een beetje schrik, want onze datum is verplaatst geweest. Luik Bastenaar-Verluik heeft onze datum afgenomen of overgenomen, moeten we zeggen. En dan was het nauwer een nieuwe datum vinden. Maar we zijn toch tevreden met het deelnemerschap en eigenlijk de Belgische top aan de start. We starten eigenlijk 4 wereldkampioenen vandaag. Het Lotto Kopecky, Jolien Doren. De wereldkampioenen van de juniors van vorig jaar, zowel in tijdrijden of in het wegraad zijn hier aan de start vandaag. Jolien Doren won al 2 manches in de Lotto Cycling Cup dit jaar. Ze rijdt trouwens niet in haar vertrouwde uitrusting, maar in de nationale trui. De ploeg zit nog in Californië, maar deze wedstrijd is heel belangrijk voor mij. Ik heb er al 2 keer gewonnen en brengt altijd mooie herinneringen naar boven. En het is altijd een heel lastige koers en op het einde meestal een sprint met een uitgedund peloton, dus dat ligt me wel. Doren mag zich aan serieuze concurrentie verwachten van het Lotto-blok van Lotto Kopecky, waarmee ze vorige maand nog goud pakte op het WK-ploegkoers. Ik heb na het WK een beetje rust gepakt, dus de conditie is iets minder, maar we gaan er wel voor. Daarnaast is het uitkijken naar de Lares-ploeg met Saartje van den Broeke, die op haar trainingswegen koerst. Mijn vorm is vrij goed, denk ik. Ik heb de laatste wedstrijden al mij goed kunnen laten zien. Het is nu mijn laatste wedstrijd, mijn laatste grote wedstrijd voor mijn examens. Dus het is echt mijn laatste grote doel. Dus ja, ambities. Ik hoop dat we met zo'n keer een mooie ploegprestatie kunnen neerzetten. En dat ik daar zeker bij kan helpen en zelf misschien een mooie prestatie kan leveren. Kopvrouw van de ploeg is Sarah Engelbrecht. Zij won in de afgelopen weken 2 keer. Ik heb enorm veel grotere wedstrijden gereden dit voorjaar. En als je dan een keer op een kleinere wedstrijd komt, dan ben je inderdaad wel verrast hoe goed dat eigenlijk gaat. Nu hier in Boezingen is ook wel een wedstrijd van heel hoog niveau, 1.1. Maar aangezien dat er nog een groot deel van het peloton aan de andere kant van de wereld zit, denk ik dat met dit deelnemersveld zeker mogelijk is om iets te doen met de ploeg. 132 deelnemers trekken zich op gang voor 132 kilometer. Gejaagd door de wind stormt het peloton naar de heuvelzone. Een kopgroep van 18 rukt zich los van het peloton en pakt snel 30 seconden voorsprong. Daarbij alle favorieten zoals Lotto Kopecky en Elise Delzen, Trine Schmidt en Annelies Dom van Lotto Soudal. Ook WM3 Pro Cycling is met 4. Belangrijkste namen zijn Kitchen en Scandolara. De vrouwen in de Belgische trui zijn Jolien Doren en Sanne Kant, de wereldkampioenen veldrijden. Enige West-Vlaamse is Valerie de Meij van Sport Vlaanderen. Het was al op voorhand duidelijk dat er heel veel wind stond vandaag. En een beetje met de voorgeschiedenis van dwars door het Westhoek wisten we dat op kilometer 14 een cruciaal punt was. En dat was ook gebleken. WM3 trok volle bak door en we waren eigenlijk direct weg met de groep van 18. En eigenlijk, verstandhouding was goed en we bleven constant ronddraaien. Op de eerste beklimming van de Rode Berg komt Elise Delzen als eerste boven, voor Doren en De Meij. Ook op de tweede keer Rode Berg is Delzen de beste. De Française verzekert zich van de bergprijs. Bij het ingaan van de 3 plaatselijke ronden van 11 kilometer is de kopgroep nog voltallig. Dat betekent 18 vrouwen sterk. Ze hebben 4 minuten voorsprong op een uitgeteld peloton. Er zijn 2 grote blokken vooraan, Lotto dus en WM3. En deze Lauren Kitchen van WM3 is de eerste die probeert weg te springen. Ze neemt 25 seconden. De Lotto-ploeg achtervolgt in functie van Kopecky. Maar bij het ingaan van de laatste ronde heeft Kitchen nog steeds 20 seconden. Kopecky probeert het dan zelf, maar raakt niet weg. Ook Doren probeert het, maar zij slaagt wel in haar opzet. Doren rijdt het laatste gat naar de Australische toe. De Italiaanse Valentina Scandolara is de volgende die gaat op 10 kilometer van het einde. Ze neemt 20 seconden, veel is dat niet. De Nederlandse Van Gogh komt nog tot op 5 seconden, maar kan het gat niet dichten. Valentina Scandolara wint in Boezingen na een mooie solo. Van Gogh is tweede. So Natalie Van Gogh coming closer and then at one point she dropped again, so that there I had like I felt strong again and I just went till the end and it was mine today. Derde is nog een Italiaanse, Confalonieri, die net Valerie de Meij achter zich laat. Kopecky is 5e, Doren 7e. Lotto zit met 4 man van voor, WM3 met een volledige ploeg. En ik zit een beetje geïsoleerd natuurlijk. En dan moet je hokken, meespringen, niet meespringen. En
Ik dacht, ja, met dat alleen iemand van wie een 3 in aanval was, misschien klust Lotto wel de boel op, maar het was te moeilijk, zo lang te sterk. En ja, ik heb gehokt en op het einde heb ik toch nog een mooie vierde plaats kunnen behalen. Eerst een fantastisch applaus voor de top 3 van de Dwars, Westhoek, Valentina, Scandolara.